heb hem één keer in de Camargue gezien toen. Toen we in Arles zaten. Ja. Oh, hebben we dat al vaker gehoord? Net van mij. Oh, oké. Okay. Jarenlang reed ik hier voorbij, op weg naar Zoetermeer, naar mijn werk, langs de Bergboezem, over de provinciale weg. Ik had geen flauw benul dat dit zo'n mooi gebied was. Dit is een gevarieerd weidegebied, met kleine veldjes en met een vaart die langs de boezem loopt. En in die vaart, daar jaagt een ralreiger. Ja, dat wist je. Zo. Mooi. Ja, dat wist je. Oh, hij zei het in beeld. Ja, wauw. Ja, dat was wel mooi. Zo, dat was mooi. Zag je hem? Ja, wanneer je vraagt, wat is nou een ralreiger? Een ralreiger is echt een van de kleinste reigers die er zijn. Hij is nog kleiner dan een kleine zilverreiger. En anders dan die kleine zilverreiger is die niet wit, maar bruin. Lichtbruin is die. Met een grijze snavel. Nou ja, hij jaagt over de waterplanten, over de waterlelies. En is echt watervlug. Je ziet hem hier een visje vangen. De ralreiger komt normaal gesproken in Zuid-Frankrijk voor of in Oost-Europa. Is hier echt een uiterst zeldzame gast. En vandaar dat je hier heel veel mensen op de been ziet komen om die ralreiger te zien. En ik ben er één van.